Ja, welkom bij de NEC-update. De NEC-update die we eigenlijk niet wilden maken. Nee, die droom van jou en mij is echt... Nee, die droom ging gisteren niet door. En dat kwam hard aan bij supporters en bij spelers. Ja, wat hier een groot feest had moeten zijn. Hier achter mij was het podium al opgebouwd. Het gaat niet door. Voor de vijfde keer weet NEC de bekerfinale niet te winnen. En dat komt hard aan, ook bij spelers, want juist nu zat het erin. Ja, denk ik wel. Ik denk dat wij er vooral in het begin heel goed op zaten. We wonnen veel duels, waardoor wij gewoon lekker in het spel kwamen. Feyenoord kwam er niet goed door. Wij creëerden kansen, wat ik net al zei. En daardoor was het misschien intens. Nou, binnen de tweede helft werd het wat intens, omdat Feyenoord wat meer ging drukken. En die rode kaart erbij. En dan krijg je een beetje die strijd. Dus ja, dat hoort er ook bij in zo'n finale, denk ik. Ja, dan heeft Feyenoord fijne pakken dan op, hoe moet ik dat zeggen? Ik zei net over misschien omdat, vaak zie je bij topploegen, die pakken dan dat moment, pakken die. En dat misten wij dan misschien net. En ook dat momentje net na die rode kaart, als je die kans krijgt. Als je die dan wel pakt, dan heb je ook het gevoel, oké, dan ga je er overheen. Dan wordt het een hele andere wedstrijd. Logisch als je met een man meer staat, maar dat gebeurt nu niet. En kijk, Feyenoord pakt dat moment wel en wij pakken dat moment niet. En dat is misschien wel het verschil. Ja, hoe was het vandaag op het veld? Hè? Je komt binnen in de Kuip, je hoort NEC liggen, je ziet 7.500 man, helemaal gekke huis, fantastische spandoeken. Hoe is het vandaag? Echt geweldig. Ik zei net al, ik kwam het kippenveldveld op en dat heb ik niet vaak, maar dat is nu wel echt, was nu wel echt enorm. Als je zoveel NEC supporters hier ziet in de Kuip, in een verschrikkelijk mooi stadion, een mooie finale tegen Feyenoord. En als je dan de supporters ziet en je ziet ook de weken daarvoor hoe iedereen er naartoe heeft geleefd en hoe positief iedereen is. En, dan wil je juist iedereen wil juist een prijs geven. En, ja, als dat niet gebeurt, dan is dat enorm balen. Ja, dan heb ik ook gesproken met algemeen directeur Wilco van Schaik. Want hoe kijkt hij terug op die bekerfinale? Ja, en hoe heeft hij dat beleefd? En hoe hard kwam die klap aan eigenlijk hier bij NEC? En bij de staf en bij de medewerkers? Nou, ik ben sowieso gelijk na afloop ben ik altijd beneden met Carlos. En dit was het stilste moment na afloop van een wedstrijd van dit seizoen. Dan moet je ook niks zeggen. Dan hoeft er ook niks gezegd te worden. En iedereen verwerkte dat op zijn eigen manier. Heel veel spelers zijn ook toen ze hier waren gelijk met hun familie naar huis gegaan. Een paar spelers zijn nog naar boven gekomen. We hadden even hier een afterborrel, ook voor de mensen die zo hard gewerkt hadden. Hun familie kwam ook binnen. Ja, dan moet je dat wel even met elkaar verwerken. En dan krijgt het een eerste plekje vandaag ook met elkaar. Maar dat doen we ook gewoon met elkaar. We gaan zo even met elkaar lunchen. Maar ook terugkijken. We gaan niet te lang blijven hangen in het negatieve. We hebben het echt geweldig gedaan. De reis ernaartoe, die wedstrijden in de beker. En het seizoen is nog niet klaar. We hebben nog een vijfde plek om voor te voetballen. We hebben nog de play-offs om voor te voetballen. Dat hadden we ook nooit kunnen bedenken aan het begin van het seizoen. Dus ja, dit kan nog steeds een heel mooi seizoen worden. Waardoor we nog een keer hierachter op dat bordes terechtkomen. En dat moet gewoon vanaf woensdag, dan gaan de spelers weer trainen, moet dat weer de insteek worden. Ben je niet bang dat de klap zo hard is dat dit als een nachtkaarsje uitgaat dit seizoen? Nee, ik denk, weet je, er zit zoveel kwaliteit in onze ploeg. Er zit zoveel kwaliteit in onze club. En er zit zoveel kwaliteit in onze supporters. Ik denk dat we gewoon even deze dagen moeten gebruiken. Het mooie eruit moeten pakken. En dat kan pas als je 24 uur later bent. Als je 24 uur gerouwd hebt. Maar we gaan echt het mooie eruit pakken. En we gaan super trots naar de toekomst toe. Dit is een geweldige club die alleen maar aan het groeien is. En ik zeg het al, we zijn onderweg. En we zijn ook voor dit seizoen nog onderweg. Maar ook voor de komende jaren. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Het is pittig voor de jongens. Want als je zo dichtbij geweest bent. Ja, ga dat maar even in een week mentaal weer omzetten. Maar ja, zondag zit die bak gewoon weer vol, uitverkocht. Ja, en ik denk, als je onze supporters hebt gezien, dat die echt onze spelers er ook wel weer doorheen trekken. Ja. Nou, mevrouw, dat vind ik leuk dat u dat zegt, hoor. Ja. Zo hard gewerkt. Ja, maar dat is geen schande. Ja, top, dank u wel. Ja. Ik zal het doorgeven. Nou ja, dit soort dingen zijn natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Hè? Twee oude vrouwtjes, kijk, ze lopen heerlijk. Nijmegen was NEC en NEC was Nijmegen. En dat hebben we met z'n allen wel bereikt. Ik denk dat er zo'n verbondenheid is gekomen de afgelopen weken. En heel veel mensen die de historie kennen, die zeggen dat hebben we nog nooit gehad. Nou ja, dat is de grootste winst van deze bekerfinale. En dus wat ik al zeg, we zijn onderweg. We zijn nog maar net begonnen. En zo voel ik het echt. Alleen we wel kunnen zien hoe hoog en hoe groot we kunnen zijn. En ja, dan komt vanzelf een keer een prijs in wat voor vorm dan ook. Of een beker, of een play-off winst, of Europees voetbal. Ik ben er heilig van overtuigd in de komende jaren.
Ja, en dan is de vraag, hoe gaan de spelers ermee om hè, met zo'n klap? Want de competitie gaat gewoon weer door. Het vizier moet nu weer op komende zondag, want dan komt een belangrijke wedstrijd AZ. Want nu is het belangrijkste dat je die vijfde plek weet te bemachtigen. Om toch nog een direct ticket voor Europees voetbal te bemachtigen. Dat gaan we allemaal meemaken deze week. Komende week natuurlijk ook weer een nieuwe NEC-update. En je blijft op de hoogte via mijn Instagram-account en natuurlijk ook via X. Het laatste nieuws daar. Graag tot de volgende.